Ja, en jullie kunnen me vinden op YouTube onder de naam Corina met IE. Dus C-O-R-I-E-N-A. En de beestenboel. Nou, daar zit weer een duifje op de I. Enkel, ik zie geen takjes. Lieve vrienden, we zijn er weer. Ja. En we leven alweer op donderdag 6 augustus en om 13:28. Ja. Nou, ik heb één kaart al klaar voor mijn. Ik heb een hekel aan het woord stief. Ja. Daar heb ik een bloedje hekel aan, dus mijn zoon. Het is de zoon van mijn overleden man. Nou, die is verhuisd samen met zijn vriendin, dus een kaart voor. Maar ik moet er nog eentje schrijven. Want meneer, die is even eerder jarig. Nee, hij is iets later jarig. Karen die is morgen jarig, hij is de 10e jarig. Toch een leuk kaartje, toch? Ja, ik vind dat wel. Vier het in stijl, dus ja. Mag hij wel hebben. Nou, dan zal ik die ook nog even schrijven. En dan zullen we die lopend wegbrengen. Ja, want ik durf momenteel niet met de booster gaan met een halve zachte, lege, lekker band. Nee. Het is hier vele mensen. Het mouwen achteruit. Oh. En dan kun je die blauwe door. Doei. Ja, dat noemen wij hier al file, omdat het precies in die bocht is. En het is allemaal krap en niemand kan er langs. En ja, zulke soort vervoer, dat mag de stoep op en de straat in. Want ik woon niet aan een weg. Ja, hier zo is de weg, maar zelf, mijn voordeurtje zit aan de stoep. Ik kan ook de voordeur zelf niet gebruiken, want ik heb ook nog eens een keer zo'n opstapje ervoor. Nou, dat is allemaal moeilijk. En dan nog een lantaarnpaal vlak voor mijn deur. Ja, dus dat schiet niet op. Mijn uitgang is de tuindeur. Ik gebruik de voordeur ook praktisch bijna nooit. Of er moet een pakketje bezorgd zijn voor mij bij de buurvrouw. Nou ja, dan neem ik even de voordeur. Maar meer ook niet. Nee. Maar oké, lieve vrienden. Ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en ze zijn allemaal binnen, barempelen met dit mooie weer. Hé, Kandalf. Ja nou. Oh, Kandalf. Hé, kereltje. Oh, goh, je hebt in het water zitten te scheppen, je pootjes nat. Hé. Jo, wat een dikkie. Ewen die komt er ook net aangelopen en Rijka die ligt op de bank. Hé Rijka? Dus ja, hartstikke leuk, lief en aardig. Dat, nou ja, ik ga zo meteen dus de poetjes lekker binnen en ik ga even met Rijka lopen en gelijk eventjes naar Bruna om die kaarten dus op de pot te doen. En ik neem jullie mee, want dan als ik bij Bruna vandaan kom, dan ga ik niet rechtsaf weer richting huis. Nee, ga ik eerst linksaf. Want die straattekening moet afwezen, hè. Dus dan gaan we daar nog even naartoe. Vlog ik dat ik dan weer naar huis, want dan is het echt te warm aan. Dus ja, ook Rijka natuurlijk. Maar oké, ja, dat gaan we gewoon doen. Ik neem jullie gewoon even gezellig mee en dan zien we het wel. Ja toch? Ja. Nou, het blijft leuk, hè, dat water opscheppen wat hij doet. Dat vind ik gewoon zo'n komisch gezicht. Hé, kerel? Ja. Oh, ja. Nou. Hoor jij daar niet bij? Was dat wel op voor je? Wat nou? De ene zit te hoog en de andere zit er ook te mopperen. Hé?
gaat allemaal niet, hè, Rijka? Nee, hè? Wat jij wil, lukt je niet, hè? Nee. Maar hier is er wat slimmer voor worden. Ja. Ja, en ze weet alles goed dat ze niet in de stoel mag. Enkel de bank, daar ligt een kleed op. Maar in de stoel wil ik het niet hebben, nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet en tot later. Doei. Lieve vrienden, zoals jullie het zien, het is af. Een paar dames schoenen en laarzen. Enkel, ik zie niet aan die laarzen of het nou mannelijk is of vrouwelijk is. Oh, het is wel vrouwelijk, wordt er hier gezegd. Ja, en jullie kunnen me vinden op YouTube onder de naam Corina met IE. De C-O-R-I-E-N-A. En de beestenboel. Dus ja, helemaal geweldig. Je komt erop, hoor. Ja, haha, eigen schuld. Je hoort me roepen. Dus, en dat wist ik dan niet. Degene die het horen hebben pech. Ja. Ze weten het, ze horen me. Nou, lieve vrienden, er zijn meer mensen die foto's zullen maken, et cetera. Dus ik sluit weer. Toedeliedokies. Nou, daar zit weer een duifje op de i. Enkel, ik zie geen takjes. Nou, nog een keer koekeroekoe. Kom op. Ga je nog koekeren? Kom dan, nog een keer koekeren. Koekeroekoe, kom dan. Koekeroekoe, kom dan. Nog een keer. Doe het niet meer. En wanneer ik afsluit, zeker wel, hè? Ja. Koekeroekoe, doe dan. Wel kopje draaien, hè? Ja. Nou, dan niet, hoor. Dan ga je toch niet koeren. Doei, poertje. Ja, lieve vrienden, we zijn eindelijk weer thuis. Ik ben nog back en back en back af. Ja, maar ik heb het kunnen filmen wat ik wou filmen. En ik zag weer de duifje op die letter Y zitten. Ik zag geen takjes, maar er zat een duifje. Maar ik wilde niet eens iets koeren. Nee, nou ja. Dan komt het. Goed zo, man. Goed zo. Laat je ook eens even zien. Zo, daar is de camera. Het heet toch allemaal. Ik heb iets raars te zitten wat het is. Het is hard. Ik weet echt niet wat het is. Nou, ik weet het niet. Heel raar. Het is ook, ik kan het ook bebreken, maar ik weet niet wat het is. Hé, wat een dikke kerel. Ik hoop niet dat ik eraan kom, maar ja. Ik hoop niet dat het een Rijka had het nog. Dan moet ik met die tang weghalen. Ik weet het niet. Ik heb echt geen verstand van, wat is het nog zo? Nou ja, we zullen het afwachten. Het was heel raar dingetje. Ik snap het niet. Maar ja, oké. Ik moet ook nog troep opruimen. Ik vond nog een oud tuigje, maar hoe dat werkt weet ik ook niet. Nee. Er staat op dat het een haltiharnes is, maar volgens mij is die ook kapot of zo. Ik weet het echt niet, want kijk, dat hoort er ook nog. Ik weet het niet, hoor. Hij behoort wel daar weer in. Maar ja, hoe moet je dat om? Zo. Oh, wacht even. Ik denk dat ik het weet. Dit moet onder de buik door. Dit
komt dan onder de dat dan. En dat dit op de rug, denk ik. Denk ik. Nou ja, we gaan het uitproberen. Maak hem korter en we zullen het beleven. Ik vond hem. Wat is dit dan? Nou ja, dan ga je het toch uitproberen, toch? Ja. En wat is het warm buiten? Jeetje mina, echt heel erg warm. Want ik zweet me, ik weet niet wat. Benauwd. Daar wil hij niet verder. Daar wil hij nog wel verder. Kom op. Die kant op. Zo. Ja. Daar weer naartoe. En daar weer aantrekken. Zo. Nou ja, dan zal je dat in moeten nemen. Zo, daar naartoe. Zo, en dan moet die nog een stuk. En zo. Ja. En ik denk waarom wel dit is gedaan. Dat je hem daar nog weer in kan nemen. Kijk, dan moet hij zo, moet haar kopje door. En dan hier dit over de, ja, ik denk dat ik het al weet. Denk ik, ik weet het niet zeker. Maar dat zie ik wel. Ik ga nu weer afsluiten. Ik zet jullie op touw met mijn zwetsverhalen. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach, met een knipoog naar de zon. Wees blij dat hij er is. En als je er tegen kan, dan ga je lekker in het zonnetje zitten. Kan je er niet tegen. Dan ga je binnen zitten of onder een parasol of wat dan ook. Ik heb de boel dicht. Ja. Dan hou je de hitte buiten en dan is het binnen aangenamer en voor mij beter vol te houden. Dus ja, dan ga ik gewoon binnen zitten. Enkel ja, ik moest er net weg om even kaarten op de post te doen. Voor mijn liefhebbende zoon David. David Luisterburg. En die is maandag jarig. En dan zal ik hem dan ook feliciteren. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei! Nou, lieve vrienden, ik ben voor het eerst in mijn leven echt mee bezig wat ik nog nooit klaar heb gemaakt. Nee, het werd altijd gedaan, of je had de kanten klaar. Maar in ieder geval, ik ben zelf bezig lasagne te maken. Of goed, of mag eten, ja, lasagne. Ja, ik had zo'n pakket gekregen, zo'n doos. Er zit nou afval in. Dat heb ik allemaal gesneden. Dat heb ik al gedaan. Hier heb ik nog een zakje met weet ik van wat voor troep. Zo. Goed wezen. En daar hangt het recept. Dus ja. Omdat ik het nog nooit heb gedaan. Moet ik dat dus via het recept doen. Maar ik ga nou eens weer even een bakje koffie klaarmaken. Want ik heb dorst. En ik ben bezig ook een filmpje naar YouTube te brengen, dus moet ik ook nog even in de gaten houden. En daarna ga ik weer even verder hier ook. Maar als het klaar is, laat ik het jullie zien. En als het me smaakt, laat ik het jullie weten. Ja, als het een broodje. Maar ik zie wel, ik denk dat het wel lekker zal wezen, want ik lust het wel heel graag. Maar ja, nou moet je het zelf maken. En ik heb het echt nog nooit eerder gedaan, omdat ik niet een... iemand ben die met een oven werkt, ja, broodjes opwarmen, pizza's opwarmen, weet je wel, dat soort dingen. Maar mijn mannetje, Lief, die maakte ovenschotels klaar. En dat heb ik nog nooit gedaan met een elektrische. Vroeger wel hoor, met een gasfornuis. Gasfornuis werkt natuurlijk heel anders dan een elektrische oven. Dus ja, zelfs mijn cake mislukt in een oven. Ja, kan je nagaan. In een gasfornuis, alles ging perfect en je bent de gasfornuis kwijt. En
Je moet op elektrisch, het gaat niks. Ja, dus wie weet, ik heb nog steeds van Karin ook een, ja, moet ik ook ooit eens maken. Dat is ook om een cake te bakken. Maar dan moet ik ook mijn hoofd erna hebben staan. En als ik daar een keer mee ga beginnen, natuurlijk laat ik het jullie zien en weten. Maar nu, de lasagne. Ja, we zullen het beleven. Dus ja, ik heb dat allemaal al klaar, zoals jullie al zagen. Ik moet nou zometeen nog een soeppan pakken, want ik moet het in een braadpan doen. Dus ja, dat komt allemaal goed. Ik moet een ovenschaal van tevoren even pakken. Die staat hier achterin het kastje. Dus en die zit te eten. Die is even net door het raam binnengekomen. Maar dan ga ik dus verder voor mezelf zorgen. Even een bak koffie. En dan zeg ik tot straks. Doei! Nou, lieve vrienden, het is aardig gelukt. Dan zeg ik het zelf. Nou is toch de vraag, is het ook lekker? En vind je het er ook lekker uitzien? Ja, alweer. Ik had een aantal dingen niet in huis. Zoals geraspte kaas. Maar ik heb gewoon 2 plakken kaas erop gelegen. En ik had geen melk in huis, want ik ben geen melkliefhebber. Ik lust het helemaal niet. Niet meer. Vroeger te veel van dat spul gehad, dus heb ik het niet in huis. Ik heb gewoon water gedaan. Ja hoor, nou kijk eens aan. Hoe ziet het eruit? Lekker of niet lekker? Ik vind het er helemaal geweldig eruit zien. Ja, ja. Dus ja, ik ga wat opscheppen en ik laat jullie weten of het smaakt ja of nee. Tot straks. Nou, lieve vrienden, het was overheerlijk. Ja, ik heb natuurlijk überhaupt wel wat over en ik heb een heel klein beetje aan Rijke gegeven. Ja, die vond het ook lekker. Ik zal even de deksel eraf halen. Dan kan jullie zien hoe ver ik hem op heb. Ja, het is een grote schaal. Dus ja. Dan heb ik morgen ook nog wat te eten en samen met Rijka, die krijgt er ook weer een beetje van. Want anders is het mij weer te veel, ja, dan kan ik mijn buikje ook niet aandoen, nee. Dus ja, ze krijgt een heel klein beetje, een bodempje bedekt, maar in ieder geval, dat hoef ik dan weer niet te eten. Dan kan zij dat lekker eten en dat is ze van harte gegund. Maar heerlijk. En dat voor het eerst. Ik ben trots op mezelf. En dat mag gezegd worden. Ja toch? Nou, het is nog niet afgekoeld helemaal. Wanneer het afgekoeld is, dan gaat het de koelkast in. En daar zitten meisjes buiten te kijken van wat is die mevrouw aan het doen? Ja. Ik ben aan het vloggen. Maar ja, nou zie ik dat ik wel gemorst heb. Dus eventjes afdrogen. Zo, neem ik gelijk ook weer een schoon aanrechtdoekje voor bij de kraan. Hup, daar. Zo, leggen we die hier weer neer. En ja, dan krijg je natuurlijk überhaupt gelijk een afwas. Maar ja, enkel die pan en een paar kopjes, het is niet de grote afwas. Nou, ze zijn alweer weg. Maar kijk eens hoe mooi mijn plant wordt, hè? Die orchidee. Is die niet mooi? Geweldig, hè? Ja, en dan komt die nog, die komt morgen uit. Die. Ja, en dan de rest nog, hè? We zullen het beleven. Ja, ja. Nou, en dan ga ik eventjes lekker genieten van de televisie. En ik ga een plaatje maken. En ik heb koffie gemaakt. Dus ja, lekker van mijn avondje genieten. En ik zou zeggen, doen jullie dat ook? Geniet van alles met wat jullie doen gaan. Voor later op de avond welterusten. Slaap lekker. En ik hoop dat het lukken gaat met die warmte. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.